Ik kan jullie denk ik niet meenemen om boodschappen te doen, want ja, jullie weten het, ik ben er al een keer bijna eruit gezet en nou komt de chef zelf naar me toe, dus ja, ik doe dat maar bij de vrouw, maar niet meer, nee. We wachten tot het de Jumbo er is, ja, dan kunnen we nog wel lang wachten, want het moet daar helemaal verbouwd en gedaan worden, dus ja, hoe is en de wat is het? Van Haren staat op het punt te verhuizen hier naartoe, deze kant op. Nee. Nou ja, die heb ook iedereen nodig, hè? Ja, en ik heb ook van mijn poesekindje een blikkie. Ja, en broodjes. Die zijn goedkoper geworden, tenminste, ze waren goedkoper. Er staat wel 1,50 op, maar er staat ook 1,9 op. Dus ja. En voor vrijdagavond ook lekker. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Want ja, daar zijn jullie weer aanbeland. Het is vandaag alweer reeds woensdag de 17e van de 4e 2024 en we leven alweer reeds om 15:55. Ik ga zo eerst weer met de meisjes uit, want het is eindelijk weer even droog. En ik hoop dat het nou even droog blijft, want ik moet nog naar de zomer. Ja. Dus ja, en ik ben wat laat, maar dat gebeurt iedereen wel eens. Dus ja, mij ook. En dat gebeurt bij mij vaker dan bij een ander misschien. Daar kan ik ook niks aan doen. Zolang de vlog maar leuk blijft en gezellig blijft, is er niks aan de hand. Ja, toch? Ja. Ik kan jullie denk ik niet meenemen om boodschappen te doen. Want ja, jullie weten het, ik ben er al een keer bijna eruit gezet. En nou komt de chef zelf naar me toe. Dus ja, ik doe dat maar bij de vrouw, maar niet meer. Nee. We wachten tot het de Jumbo er is. Ja, dan kunnen we nog wel lang wachten. Want het moet daar helemaal verbouwd en gedaan worden. Dus ja, hoe is en de wat is het? Van Haren staat op het punt te verhuizen hier naartoe, deze kant op, waar eerst Capino in zat. Daar komt Van Haren voorlopig voor een jaar Inter zitten. Ja, voorlopig, een keer langer wezen, een keer wat korter wezen, je weet me nooit. Met de gemeente Den Helder. En dan moet het daar verbouwd worden. En dan hoe is het, wat is het verder, dus ik weet het niet. Maar proberen dat een beetje te volgen allemaal. Net zoals wat ik hier doe, ja, ook wel ik weer naar de molen toe, maar met dit rot weer, het is koud, het is, ja, daar staat 7, daar staat 8, wat zegt de telefoon? Die zegt ook nog 7, en het voelt als 3, wow, koud dus, ja, echt waar, dus ja, dat doen we dus lekker waarschuwen voor zwaar weer. Mogelijk hinder door onweersbuien van WO. Op woensdag 13:43 tot 2 uur. Tot woensdag 18 uur, 2 uur. Nou ja, het zal. Maar dan worst wezen. Zolang het me niet onweert wanneer ik buiten ben. Vind ik alles best. Want ja. Ik ben helaas bang van onweer, kan ik ook niks aan doen. Nee, ik was vroeger al als baby zijnde en ik heb ook, dat ik al volwassen was, te veel meegemaakt. Ook als kind zijnde dingen meegemaakt, met volwassenheid dingen meegemaakt, wat je liever niet meemaakt. Ik denk dat iedereen dan wel bang zal worden. Ja, dat vermoed ik van wel. Maar in ieder geval, nu ga ik met mijn meisjes lopen en jullie zien me vanzelf wel weer terug. Laten we daar maar op houden. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen, maar geniet gewoon een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben alweer geruime tijd thuis, maar ik kwam thuis, de meisjes natuurlijk blij. En ik breng mijn boodschappen hier naartoe en ik pak jullie, ik pak mijn mobiel, ik maak koffie. Terwijl ik met de koffie bezig was, gingen door meisjes tekeer, kwam er eentje in ja, wat voor kleur is het eigenlijk? Het is niet geel, het is niet groen. Het is van zo'n hele felle kleur. Met
zwart gloeiend, dat het hier of heel donkerblauw dat tegen zwart aan een uniform aan, dan weten jullie wel wat, wie, waar. En ik kwam even een bezoekje afleggen. Ja, want je hebt namelijk altijd wel azijnzeikers, laat ik het zo maar even zeggen. Ja, ik kan daar verder niks over zeggen, dat is verder privé. Ook werd ik in de VOMA weer aangesproken. Ik denk, ja hallo, ik doe niks. Nee. Ik stond bij de kassa. Even wachten, mijn pompje van mijn stoel is los. Zo. Ik vraag het altijd om of ik vloggen mag, ja of nee. Of ze erop willen, ja of nee. En ik stond bij de kassa en die kassierjuffrouw die beaamde dat. Ze zegt, ja, klopt. Oké. Nou ja, ze konden er ook helemaal niks aan doen. Het is en blijft namelijk een openbare ruimte, hè? Ja. Maar in ieder geval, ik heb nou even ook Willy in de What is app. En ik heb er net even twee pillen ingeslikt. En waar ik ook weer blij mee ben is... Ja, ik heb mijn nieuwe verzekeringsplaatje weer. Nou ja, plaatje, het is tegenwoordig een sticker en daar ben ik weer niet blij mee. Want ik plakte het voorheen altijd op het oude metalen blik dingetje, wat het ook mag wezen. Daar plakte ik die stickers op. Want ik had in die booster ook gaatjes waar die op bevestigd moest. En daar draaide ik hem dan weer op vast met de schroefjes die erbij horen. En dan moet je hem op je booster plakken. Maar ik vind, als jij een sticker ergens op plakt, op je auto of waar dan op ook, je beschadigt het lak van het apparaat waar je het op plakt. Of nou een auto is, of een scootmobiel, of een fiets. Je beschadigt het lak. En dat vind ik zonde. Ja. Maar oké. Buiten dat allemaal om. Ik zoek een nieuwe ijzeren, een ouderwetse nog, een rollator. Ik heb een hollingetje staan, maar dat is geen ouderwetse. Die klap je zo in elkaar, die is voor in de auto. Dat is een lichtgewicht dingetje. Ik moet geen lichtgewicht dingetje, ik moet een zwaardere. Dat is voor het lopen met de meisjes. En dan heb ik een lichtgewicht, rollator niks. Ik heb nog twee rollators, allebei zijn ze ten einde en rijp van de sloop. Dus ja, als er iemand is, hier ook, in Den Helder, hou ik me aanbevolen. Het liefst een blauwe of een rode, dat maakt me niet uit. Blauwe of rood, maar hij moet wel in goede conditie wezen en graag een mandje voor. En natuurlijk niet te duur, want ik heb voor €75 ook een splinternieuwe al bestellen bij de B. Ja, hoofdletter B. Dus ja, ik zou zeggen, wie is er zo lief om voor mij even op zoek te gaan naar een goede rollator die weer een paar jaar mee kan. Nou ja, een paar jaar, dat is maar twee. Een aantal jaren mee kan. Dan ben ik helemaal blij. Ja, en degene die hem vindt, zoiets, nou ja, je weet waar ik mee loop. Met een mandje ervoor, hè. Ja, dat is top. Dat moet ik hebben. En ik heb dus boodschappen gedaan. Nou, ik heb voor morgen 2 pizza's. Want Marcel die komt. En die wou tonijn. Nou ja, die kan tonijn krijgen. En ik heb veel kaas. Ja, krokante pizza, 4 kaas. Nou, lekker. Dat gaat zo meteen in de koelkast. Ik heb broodjes, ik heb krentenbolletjes, ik heb zakjes met snoepjes voor mijn kereltje. Ik heb weer een doos met nat voer. Ja, het valt al op de grond. Ja. Dus ja, hoppata. En mijn zakje met snoepjes zijn op, dus ik moest nieuwe. Ja, ik had gewoon geen reserve meer. Nee. Nou ja, die heb ook iedereen nodig, hè. Ja, en ik heb ook van mijn poesekindje een blikkie. Ja, en broodjes, die zijn goedkoper geworden. Tenminste, ze waren goedkoper. Er staat ook 1,50 op, maar er staat ook 1,9 op. Dus ja.
En voor vrijdagavond. Ook lekker. Want ik heb voor vanavond nog eten staan, moet ik er nog vleesje bakken. Nou, helemaal goed toch? Ja. En wanneer ik ga eten, dat weet ik niet, want ik ben helemaal hard met doen. Ja, ik heb barstende hoofdpijn. Echt, kan er niet bij. Die gaat gelijk in de koelkast. Maar ja, je hebt nou eenmaal azijnzeikers. Ook op Facebook, hè? Nee, zo. Maar je hebt het ook. Gewoon. Misschien hebben jullie dat ook wel. Zelfs in je familie heb je azijnzeikers. Ik kan ook wel een paar opnoemen, maar ik noem nooit geen namen. Nee, behalve van degene die wel in de vlog willen. Ja, maar voor degene die niet in de vlog willen, die komen ook niet in de vlog bij mij. Behalve als ik on tour ben, ja, dan kan ik er niks aan doen. Maar als ik on tour ben, dan gaat het geluid al weg. Dan draai ik hem versneld af. Dus hoezo herkenbaar? Hoe dan? Oh. Maar ja. Dat zijn mensen die hele goede ogen hebben, denk ik. Ik weet niet. Zo, dan gaat het dier al. En ik ga weer een zak met krentenbolletjes. Het zijn ook goedkoper. 1,68 in plaats van 1,98. Zo. De gieten moet komen, geloof ik. Nou, lekker. Ja. Lekker, lekker, lekker. Nou, die moet ook in de koelkast. Die pizza moet in de koelkast. En er ruikt hier naar ui. Heb ik dat nog? Ja, ik heb ui staan. Daar komt het door. Zo. Nou ja, lieve vrienden. Ik heb gelijk de boel opgeruimd. En we gaan gewoon door met die benaaijaken. Ik heb het opgeruimd, maar dat komt zo wel. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag en ga naar ik ook doen. Ik heb nog niks aan mijn spel ook gedaan. Ik heb helemaal nergens gefut in. Ja. Maar ja, ik heb nou wel de dingen gedaan wat ik moest doen. Maar het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer hier ook bij elkaar. En dat is niet zomaar. Nee, mijn rollator die staat alweer klaar. Om te gaan lopen met de meisjes, lekker naar buiten, voordat we gaan slapen. Ja, yeah. En dat gaan we heel snel en rap doen, voordat we straks ook nog zitten te gapen. En dat moet maar niet, want ja, anders kan ik jullie niet begroeten tot de volgende dag. Nee, dat gaat het dan niet worden. Wat ben je aan het doen, schatje? Hoi. Kom maar. Dus ja, dat gaan we lekker eventjes doen. Even lekker de buitenlucht in. En dan hardlopen we naar bedje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ik wens iedereen een heerlijke, gewoon een heerlijke, geweldige nacht. En dat je lekker goed kan slapen. En dat je morgen uitgerust kan opstaan om je dag weer in te gaan. En ja, jullie weten het. God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.